Hallo dames en heren, welkom bij Lol en Disneycraft aflevering 42. Als ik niet normaal gezien heb, het nu wel juist. We gaan vandaag ook weer attracties bereiden en we gaan eens kijken wat ik er nog over weet. En we hadden gezegd dat we de Wily gingen doen en daar sta ik nu ook toevallig. Ik moet alleen nog eventjes een VIP vinden die hem voor mij wilt openen. Dat doen we wel even aan. Brit vraagt. Wally jongens, is een dag, stond vroeger op een andere plek, stond vroeger op het deeltje bij de Wreck-It Wall, daar staat nu in de plaats de Tower of Terror, staat daar nu dus in de plaats. De Wally is naar hier geplaatst en heeft ook een hele update gehad, het gebouw langs de buitenkant is veranderd. Ja, daar zit een opname. Ja, dus de binnenkant heeft aangepast en bla 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 bla. Een keer te zien. De Wily dus. Ik denk dat mensen het niet goed inzien. Ik was allemaal geluid te zacht. Maar het zou wel goed zijn. Hallo, opname. Hallo. Maar we gaan dus de Wily doen en we gingen ook de Jungle Hood boek doen. Als loopattractie. We wachten dus even tot de Wally geopend wordt en dan raden wij weer aan om audio te gebruiken, maar helaas, jullie weten het verhaaltje van de audioserver, dat niet gaat. Omdat dat allemaal copyright te maken heeft. Dus dat vind ik jammer. De Wally is geopend. Ik ben niet wie er bij me komt zitten. Ik hoop eigenlijk stiekem op niemand. Nu op zich maakt dat niks uit. Er zijn wel mensen. Nog iemand voor Wally? Want alles ja, we niet bij hem voor. Oké, jongens, de Wally. Is dus een dark, dat heb ik al verteld. Die heeft dus ook updates gehad binnenin. Er zijn scènes aangepast, er zijn scènes weggehaald. Etcetera. Volgens mij gaat het eruit bij. Ja. Hoe kon het ook anders? Oké, we gaan eens door de eerste scène. Ik heb de film nooit gezien. Dus dat terzijde. Ik heb de film van Wally nooit gezien. Dus ik weet eigenlijk, ik ken het verhaal niet, maar ik kan het wel een beetje afleiden. Wally wordt dus wel, ik heb het wel van gehoord, op een planeet met afval neergezet en die moeten dus allemaal gaan opruimen ofzo. Dat was het, denk ik. Verbeteren als ik het fout heb. Ik ben er echt niet zeker van. Als dat juist is. Maar het is eigenlijk een dark ride combineert met een harder stukje, dat is hier. Kijk, hier ga je in één keer een stukje sneller. Dus het is geen achtbaan, maar hier ga je gewoon een stukje sneller. En ik heb ook niet een beetje lag spike. En dan gaan we nu weer binnen in een wit deel. Nu zitten we dus zeg maar in de ruimte, denk ik, dat ik moet voorstellen. Ik moet even kijken als er niks in de chat wordt gezet. Oh ja. We gaan dus nu binnen in, ik denk in het ruimteschip zelf. Ik ben niet zeker als dit het schip is. Ik heb de film echt nog nooit gezien. Dus probeer het erbij. Ik ken dus de scènes niet uit mijn hoofd. En deze scène is bijvoorbeeld nieuw bijgemaakt, dat stukje is bijgemaakt. En we komen nu in een soort van, wat is het, speeltuin uit. Speelplaats, dan moet ik het zeggen. Ja, wat is het? Dat is allemaal water. Ik weet niet wat dit is. Ik noem het gewoon een speelplaats, klaar. Voor mij is dit gewoon een speelplaats. Of een centraal punt van energiebron. Van het schip of zo. Weet ik het allemaal wat het moet zijn. Ik heb er geen idee van wat het allemaal moet zijn. Ik heb de film eigenlijk nog nooit gezien. Ik wil hem wel nog eens gaan zien. Dat ga ik nog doen. Ik ga de film sowieso nog wel eens kijken op DVD of zo. Of via YouTube als hij erop staat. Of via een andere ding. Weet ik niet wat allemaal er is. Ja, we gaan dus een speelplaats, hoe noem ik het, verlaten. We komen nu in de controle room uit, dat zien we wel duidelijk. Dit is de controle room van het schip. De controle room van de Wally. We kunnen ook met levertjes spelen, als ik ze raak, de mensen. Zo.
Dan zitten we dus in de controlekamer van het schip. We volgen de pijltjes. De Dark Eye op zich is niet zo lang. En ik weet niet waarom, maar de speed niet dan. Oh, ik zei niks, hij neemt me erbij. En deze lampen, die doen niks. Ik dacht dat ze aan uit gingen. Blijkbaar niet. We gaan weer in de ruimte, jongens. We gaan alweer een stukje sneller. Door de ruimte schieten we nog een keer. En ik denk dat we dan alweer aan gaan komen. Kijk eens aan, ik zei het. Hij is niet zo lang. Wally beëindigt met een kat met een droog gezicht. Als Brit zich nu nog eens omdraait, dan kan ik er mooi op zoomen. Kijk, droog gezicht. Oh, droog gezicht. En Celine staat hier ook. En hier staat iedereen in één keer mee te wachten. Ik ga verder naar mijn volgende. En dat is de Warp zo. Dan zal ik hem ook wel eventjes broadcasten. De Jungle Book Tour is geopend. Laten we dan ook maar in één keer de Jungle Book gaan doen. Daar zijn mijn coins weer, mijn lekkere coins. Jungle Book is een loopattractie, staat hier achter de Disney Tour. Bij, in het hoekje. Goed. We gaan hem bekijken. Ik weet niet of er text signs zijn. Normaal gezien ook maar een screenshot. Klik op de verkeerde knop. Ik zie momenteel nog geen enkele sign qua tekst. Oh, ik zei niks. Hier zijn de eerste signs. Ik wacht even tot we een beetje later zijn. Of ja, kunnen dat wel eens. Ik ken Jungle Book wel. Ik heb er wel over. Oké. Op een dag vond bij Bagheera de zwarte panter drijvend. Op een dag vond Bagheera de zwarte panter drijvend. Zwarte panter een drijvend mandje. Oh zo, sorry. Daar lagen mensen en die huilden alleen maar. Ik las het verkeerd. Bagheera pakte een mandje op en nam het mee naar moeder Wolf. Lieve mensenkind werd geaccepteerd door de wolf. Na 10 jaar werd Mowgli, zo heet hij dan, een grote jongen. De leider van de wolf had vermeld dat hij weg moest. Oh, discriminatie jongens. Als Shere Khan de tijger wacht, weet dat een mensenkind hier is, zal hij hem vermoorden en dat is niet goed. Nee, dat is inderdaad niet goed. Bagheera ging Mowgli ophalen. Ging hem ophalen en toen kwam hij snel. Oh wacht, ik ben weer veel te snel aan lezen. Bagheera ging naar Mowgli om hem op te halen. Ah zo, om hem op te halen en dan snel kwamen ze bij een slangetje uit. Ik zie geen slang hier. Wel loop ik er langs. Oh, weer staat hij. De slang werd weggepest door Baloo, de lieve beer. Bagheera kende de beer. Mowgli en Baloo werden grote dikke vrienden. Ja, dat zien we hier. Dat is zo in de film. De beer leerde Mowgli om zich te verdedigen in de jungle. Hij maakte zich toch zorgen om het mensenkind net als panter. Als panter. Baloo wil toch dat het mensenkind bij hem bleef en niet ging naar een mensendorp waar hij thuis hoort van Bagheera. Dus ja, Bagheera wordt... Baloo wou dat Mowgli bij hem bleef en Bagheera wordt die wegging. Je moet de jongen je moet met de jongen gaan praten, Baloo, vroeg Bagheera. Geen sprake van, zei de beer, ik ga niet met hem de jungle in. Waar is het volgende tekst? Hier zo. Baloo en Mowgli kwamen aan bij Apentrots. Om daar voorbij te komen had de apen een masker. Om daar voorbij te komen had Baloo een apenmasker gemaakt. Een kokosnoot. Ah zo. En dat zijn die, ja, dat zijn die dus. Oh, ik ben koning Louie. Ik tel als aap voor twee. Maar nou aan de top. Ik wil hogerop. Het valt niet mee. Soms met lezen heb ik het mis. Want ik wil graag een mens zijn. Maar dat is andere koek. Ja, een mens. Dat is waarnaar ik het apen... Ja, waar ik het daar zoek. Dus Rowie wil een... Ja. Dat ja. De letters zijn hier gestolen. Dat kan ook. Jammer, hopelijk vinden jullie ze terug. Hier zijn ze ook gestolen blijkbaar. Dus we lopen hier door een stuk bos. We vliegen een vogel. We komen hier langs een mooi kuddetje olifantjes. We vinden geen tekst signs meer terug, jongens.
graag verder hoort dat hier is een brug, wat kunnen we hier nog vinden? Een grot. Jungle Cook. Oh my god, dat is weer van die humor. Dat is hier van die Disneycraft humor. Jungle Brook. Jongens, we vinden eigenlijk geen Texans meer terug. Beetje raar. Hier staat een oeh, er staat een mooi Ender Eye. Magic. Er mij veel eitjes laten rondslingeren. Heb ik de indruk. Er staat ook zelfs één. Er staat ook één in de Lion King, staat ook één ook. Dus die hebben we vorige week gespot. Die wist ik nog staan toevallig. Van een keer. Maar ik vind dus geen enkele Texan meer terug. Kom hier langs de krokodillen. En hier zijn de aapjes zijn weer. Oh, we gaan even wel niet nat worden. Ik wil niet nat worden. Hier zit ergens een achievement. Ik weet alleen niet meer waar. Ik weet wel dat hier ergens zit. En wat is dat voor boog? Welke boog is dat? Is dat van een huis ofzo? Ik weet niet precies. Wat is hier aan? Oh, we moeten hier langs. Oh. Ik ging nog hier de kant op. Ja, dit is dus een dorp. Mensen waar de mensen wonen, denk ik. Maar ik weet nu eigenlijk de weg niet meer. Dus, oh, hier langs. Nee, niet hier langs. Waar de fuck moeten we langs? Moeten we hier door dit huis? Nee. Zitten een beetje vast, heb ik de indruk. Huh? Wat? Je loopt nergens een weg. Oké dan. Loop hier echt nergens een pad. Dit is een trollololo. Verder is dit gemaakt. Oh wacht, misschien moeten ze hier over. Zo. Het zou dat wel zijn, maar bezoekers kunnen dat niet over. Denk ik, tenzij ze dat daar op iets nieuws hebben uitgezet. Moet hier door dit huis zeker? Nee. Waarom loopt het pad weer hier naartoe? Zo door dit huis dan? Nee, ook niet. Waar moeten we in godsnaam door? Hier zo. Moeten we hier langs? We zitten een beetje rare wandelroute. En we komen uit aan een heel andere plek, jongens. We zijn nu ineens in de haven. Wauw. We zijn vertrokken ergens daar. Ik ben op boven de wolken. Normaal heb ik clouds uitstaan, maar dat gaat nu wel even regelen. Maar waar zijn we vertrokken, jongens? Hier ergens. Want hier is de gras. Hier zijn we ergens vertrokken. Daar zijn we vertrokken. En we zijn helemaal hier langs gelopen om vervolgens bij de Nautilus uit te komen. Dat is toch wel een heel stukje hoor. Wauw. Dit is best een grote attractie, maar ik vind de route een beetje raar. Dus als iemand van de crew dit ziet, ik weet niet, is het de bedoeling dat ze verdwalen? Ja of nee? En anders vind ik het toch wel leuk. We gaan gewoon deze broadcasten want. Dus kijken hoeveel mensen hier naartoe komen, want dat ze denken van, ah, wat is dat, nieuwe attractie. Nautilus is niet zo bekend, dat is deze onderzeeboot. Er komt toch al één iemand die, Yamayum, wat? Ik slaat die namen soms niet, hè. Yamayumo. Oké. Dat kan ook. Laten we even naar de hub gaan om te bekijken wat er volgende week op het programma staat. We hebben dus vandaag, wat hebben we al gedaan, laten we dat even gaan. De Nemo komt binnenkort. We hebben Donut Man gedaan. Smarble komt binnenkort. Rivercraft hebben we gedaan. De Alice hebben we gedaan. Teenet komt binnenkort. Als het terug op is. We hebben de Wally gedaan. We gaan volgende week de Toy Story doen, jongens. De interactieve shooter. En ik weet niet of er veel Minecraft pretparken zijn die dat hebben. Als ik me niet vergis is dit niet het enige park. En ik heb al weer lekker chunkload probleempjes. We gaan dan samen doen met de... wat is eigenlijk een fatsoenlijke... attractie nog, een loopattractie, ik weet het allemaal niet. Er zijn zoveel dingen nog. Ik ben echt benieuwd jongens, er zijn nog veel dingen die gaan komen. En er zijn heel veel attracties ook nog een onderhoud. Even kijken wat er allemaal onderhoud is voor de gein. De nieuwe wordt gebouwd, Smallworld is een onderhoud, Teleut is een onderhoud. Magica is een aanbouw ook nog altijd. Dan hebben we hier op dit bord nog de Kabouterrit die binnenkort nog terug opent. Excuseer. Aan de andere kant staat dat allemaal open. Dat is, en dan hebben we
de Aladdin en de Clownaval zijn dicht. En van de wandelattracties is alles open. Dus er zijn wel een aantal attracties, de oudere attracties zijn dan meestal zijn dicht. Clownaval is een van de oudere attracties. Teleuten is nog niet zo oud, ik weet eigenlijk niet wat ze daar precies bezig zijn. Maar dat zullen we nog wel zien. Misschien zijn ze nieuwe systemen of zo aan het doen. Ik denk het wel. Mijn mening gaat naar een nieuw systeem. Moet je even nadenken, jongens. Jullie weten, Halloween was hier niet meer, hè. Hij was weg. Maar gelukkig hebben ze tegengif gevonden. En Constantine hebben ze terug opgesloten. En Nagaas hebben ze kunnen uitschakelen. Dus Teleton is gewoon terug. Gelukkig ook maar. Maar dat is voor binnenkort als hij terug open is. Oh, Toy Story wachten. Toy Story zit gewoon hier. Laat ik nog eventjes naar de Wreck-It gaan. Niet voor erin te gaan. Maar, zoals jullie waarschijnlijk wel allemaal weten, stond de Wally vroeger hier zo. Nu staat hier de Tower of Terror. Vroeger stond hier de Wally. En was hier, na dit ding, was het hier dicht. Kon je niet meer door. Nu staat hier de Alice. En het nieuwe kasteel van Frozen. Ik weet niet meer hoe dit heet. Ik vergeet die naam altijd. Laat ik nog eens even kijken. Achievements. Nee, er zijn er nog altijd 299. En ik heb ze alle 299 behaald. Goed. Ik denk dat we klaar zijn voor deze aflevering. We hebben weer een leuke avontuurtje beleefd. Ik vond alleen dat de Jungle Book een beetje raar in elkaar zat. Maar ik weet niet of het de bedoeling is om dat verdwalen. Dat heb ik net al gezegd. Hoe krijg je het open? Ja, volgende week de Toy Story. Ik stond op dat top 3 leaderboard. Totdat Wessel, die wordt nu eerst staan met 201 punt, heeft me eraf gegooid. Dat vind ik echt zonde. Ja, zie ik hoor. Je kan vliegen en zo. Hij heeft me er dus vanaf geknikkerd. Ik stond eerste. Ik ben tweede geweest, ben derde geweest. Ik heb een hele tijdje eerste gestaan hoor. Met een aantal punten. Maar het is niet zo gemakkelijk. Het pistooltje gaat soms een beetje slecht. Maar laten we even kijken. De top 3. Ownbayor met 83. Kasteelvuur met 97. En dan Jelsol, dus Wessel. Met 101. 102. 200 is misschien te veel. Dat kan niet. Ik denk het hoogste die er behaald is. Is iets van 110 of zo. Ik weet het niet meer. Dat is voor volgende week. We gaan een mooie eindshot maken met Toy Story op onze... Oh, ik maak een screenshot. Ik klik altijd verkeerd. Met Woody op de achtergrond. Toy Story is dus een redelijk jonge attractie. Staat pas sinds mei geopend in de server. En is toch al een heel aantal keer bezocht. En heeft al een mooie top 3. Ik denk dat het nu 4 op 5 bestaat. Maar denk 4. Jullie kunnen de scores volgen op Toy Story Stad of zo. Ik weet niet meer precies was. ToyStory.disneycraft.nl, daar staat de top 10 op. Dat is eigenlijk de site. Moest het fout zijn, moet je die even kijken op de site van Disneycraft. Staat het daar op? Ik weet het allemaal niet. Maar normaal is het ToyStory.disneycraft.nl en daar staat dan de top 10 op. Ik dank jullie voor het kijken. Een fijne avond en graag tot volgende week. Bij een nieuwe aflevering van Disneycraft. Later.